Bonny Bessem en Yvette Visser starten 1 februari 2019 de module Healing en Bewustwording. In deze module gebruiken we vooral als belangrijkste inspiratiebron de oude healingvormen van de Aboriginals. En hun 5 bouwstenen van Aboriginal healing zijn bereidheid, bewustzijn, acceptatie, empowerment en aandacht en focus. En wat ik daar echt heel bijzonder aan vind, is dat wij ons lichaam, onze mind en onze geest eigenlijk als 3 verschillende dingen zien. En daar zit de clue, dat we dat weer in lijn brengen. Dat we snappen dat dat totaal afgestemd is heelheid. En de basis voor deze module is dat je gaat beseffen dat je met je mind de fysieke realiteit kan manifesteren. Dat wat jij gelooft, je in staat bent om te creëren. En dat onze mind niet beperkt is tot onze hersenen, maar veel groter. Het heeft ook te maken met ons hele zijn en ons hartgebied. Het mooie is dat het ook vooral kijkt naar je onbewuste stuk. Dus dat stuk waarin de emotionele wortel zit van waarom een bepaalde ziekte niet geheeld kan worden. Of waarom je met je mind dat stuk niet kan bereiken. Dus we kijken naar jouw eigen proces, naar de onderliggende belemmerende overtuigingen en wat je daarmee kunt doen. Maar je kunt het ook, deze module kun je ook volgen om anderen daar weer mee te begeleiden. En andere bouwstenen die aan bod komen zijn transhealing, soul body fusion, engelenhealing, de helende kracht van de chakra's en de psychica. En vooral belangrijk dat we de combinatie doen van zowel het begrijpen van echt dat we met onze mind in staat zijn en daarnaast echte healing zelf en onze begeleiding, onze gidsen en de prachtige manieren die er zijn om healing te geven. Dus een module die gaat over bewustwording en healing. Ik heb er helemaal zin in, Yvette. Ik ook. Let's go!